Wie kent het niet? Een kast vol kleren, maar niks om aan te trekken. Daar hebben de meiden achter Lena Fashion Library iets op verzonnen. Ik praat vandaag met Suzanne Smulders, een van de ondernemsters achter dit nieuwe concept. Suzanne, kun je mij vertellen wat Lena Fashion Library precies is? Lena is een kledingbibliotheek. En dat is eigenlijk zoals we het bibliotheekprincipe kennen van een boekenbibliotheek, maar dan gevuld met kleding. Waar je met een abonnement of een strippenkaart kleding kan lenen. En kun je dan dus kleding van elkaar lenen? Ja, ook. Wij kopen zelf een collectie in. Een deel daarvan is vintage, omdat wij ook al 6 jaar een vintage winkel en webshop hebben. Dus die kennis en ervaring hebben we. Daarnaast hebben we een aantal samenwerkingen met ecolabels en met opkomende ontwerpers. Om hen ook weer een platform te kunnen bieden. En als laatste is er dus inderdaad de mogelijkheid als klant om ook spullen die je zelf niet meer draagt in te brengen in het leensysteem, zodat andere mensen die weer kunnen lenen. En jullie zijn met z'n vieren. Ja. Wie zitten er dus nog meer achter het concept en hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? De andere 3 dames zijn 3 zusjes. Wat ik al zei, ze hebben al 6 jaar een vintage winkel en webshop in Eindhoven. Ik ben daar, ik denk nu alweer bijna 3 jaar geleden, eigenlijk als freelancer op projectbasis gaan werken. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Het klikte heel erg goed en we hebben allemaal dezelfde visie. Toen zijn we eigenlijk met het nieuwe plan om een kledingbibliotheek te starten begonnen. En hoe kwamen jullie op dat idee? Hadden jullie bijvoorbeeld al iets met de deeleconomie of... Vooral natuurlijk op het hergebruiken met vintage. Dat zijn natuurlijk oude spullen die een nieuw leven geeft. Wij zijn allemaal best wel op zoek naar nieuwe, innovatieve dingen om te doen. En toen inderdaad met de opkomst van de deeleconomie was eigenlijk het idee ontstaan om... van waarom kunnen we niet met z'n allen kleding delen, zodat je uiteindelijk ook toegang hebt tot veel meer spullen. Zo is dat idee eigenlijk een beetje ontstaan. En jullie hebben ook een fysieke winkel op de Westerstraat. Ja. Die gaat volgende week open, vertelde je? Nou ja, dat was een behoorlijke speurtocht. Wij geloven er heel erg in dat een concept als dit moet starten in Amsterdam. Dat wel de plek is waar mensen openstaan voor nieuwe innovatieve ideeën. Die wel willen pionieren op dit gebied. Maar daartegenover staat natuurlijk dat een pand vinden qua locatie en qua grootte en qua budget best wel lastig is. Dus daar zijn we wel een aantal maanden mee bezig geweest. Gelukkig hebben we nu een investeerder die ons daarin ondersteunt, zodat we dit nu kunnen gaan starten. En hoe werkt het concept precies? Hoe kan ik beginnen met delen bij jullie? Je kan je aanmelden. We zijn nu bezig met een aanmeldformulier via de website. Maar sowieso kun je natuurlijk in de winkel aanmelden. Dan kun je kiezen voor een abonnement. We hebben 3 verschillende abonnementen. De laagste begint bij 19,95 per maand. Je krijgt daarvoor 100 punten. En aan alle kledingstukken zijn punten gekoppeld. Dus bijvoorbeeld een simpel topje is 25 punten en een winterjas is 100 punten. Zo kun je dus zelf een beetje uitkiezen wat je zou willen lenen. En zolang je abonnement loopt, mag je altijd die 100 punten in je bezit hebben. Dus kom je elke week iets wisselen of zeg je van ik wil die winterjas gewoon lekker het hele seizoen dragen, dan kan dat allemaal. Dan hebben we ook nog de mogelijkheid om een strippenkaart te nemen. Als een abonnement net iets te hoog gegrepen of je woont wat verder weg. Je wil gewoon wat minder vaak spullen lenen. En is het alleen voor vrouwen geschikt? Ja, voor nu om te starten hebben we de focus echt alleen op dameskleding inderdaad. En hoe zorgen jullie dat je voldoende inventaris hebt om te blijven delen? Stel dat er nu ineens 200 leden komen. Kunnen jullie dat aan? We zijn nu inderdaad aan het berekenen van wat kunnen we ongeveer aan. We hebben best wel een ruim band waar plek is voor veel spullen. Dus ik denk dat we zo rond de 150, 200 abonnementen wel meteen aan kunnen. En dat we vanaf daar gaan kijken dat we organisch mee kunnen groeien met het aanbod. Dat is voor ons ook nog wel een beetje spannend. Maar we zijn wel echt berekend op een aardig aantal abonnees. En hoe ziet de toekomst van jullie bedrijf eruit? Waar staan jullie bijvoorbeeld over 5 jaar?
Oh ja, wij dromen ervan dat Lena wel een begrip wordt. Of in ieder geval dat de kledingbibliotheek een begrip daarin is. En dat wij toch wel echt in alle grote steden... Laten we starten met Europa, maar wie weet wel wereldwijd... dat we gewoon het kledingdeelprincipe echt kunnen introduceren. Mijn persoonlijke droom is stiekem dat je gewoon op vakantie kan... of je naar New York of naar Hongkong of naar Londen of Parijs gaat... Dat je alleen je biepasje mee hoeft te nemen en een toiletdas. En dat je gewoon kleding kan lenen. Waar je ook bent. Dat klinkt ideaal. Ja, toch? En heel veel succes. Dankjewel.